Het moment dat jij denkt, zoals nu is, gaat lekker en dat is prima zo, dat is het grootste risico voor een ondernemer. Want dan kak je in en dat kan niet meer in de wereld van vandaag. Zodra jij de wereld van morgen en nieuwe technologieën als vijand gaat zien en je sluit je ervoor af, dan heb je een heel groot risico, loop je een heel groot risico, dat je in één keer erachter komt over een jaar of 5 of 10, dat jouw bedrijf misschien helemaal geen bestaansrecht meer heeft. Wat je ziet bij Tesla is dat ze alles anders doen. Dus het is wel een automotive bedrijf op dit moment, maar zij zijn op een hele andere manier aan het nadenken over mobiliteit en over technologie en over auto's en over klanten. Zij definiëren alles en dat zie je nu in alle sectoren gebeuren en dat is een hele spannende ontwikkeling. We leven nu in een tijd waarin alle bestaande structuren, of dat nou media is, retail, technologie, automotive, gezondheidszorg, onderwijs, alle sectoren worden op een nieuwe manier uitgevonden. En dat zie je nu bijvoorbeeld bij een picknick in Nederland. Hè? Michiel Muller, die met zijn online supermarkt is begonnen. Het is een supermarkt, maar werkelijk alles is anders. Het is gewoon een databedrijf. Het is compleet data gestuurd. Doet de distributie anders. De hele keten hebben ze opnieuw vormgegeven. En dat is interessant. Dat zijn de winnaars van morgen. Mijn naam is Ronnie Overgoor en ik ben trendwatcher voor Ondernemend Nederland.